En als we minder en minder kunnen luisteren naar de getuigenissen van mensen die de oorlog nog zelf hebben meegemaakt, dan zijn het deze dagboeken, deze historische studies, foto's en films, waarmee we de oorlogsjaren nog eens dichtst kunnen benaderen. Nu, 70 jaar later, zijn het in plaats van Duitse of geallieerde soldaten, verzetstrijders of collaborateurs, nu vaak kinderen, scholieren, leerlingen die Fort de Bilt bezoeken. Doderdenking. We zijn hier in Fort de Bilt. Door de oorlog, wie heeft dat nou gewild? Die zinloze Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurde destijds in Nederland nog. Al die arme mensen werden geëxecuteerd. Door Fred Goesens van toneel. Ja, dat ben ik. Dit is op de achterplaats van mijn onderduikadres. Uniek, omdat deze zondag is gewijd aan oorlog en bevrijding in Utrecht. Ja. Geen handtekening. Amsterdamse acteur, dat is niet dat er de vieren bij geeft. Ik snak naar de dag van rood en blauw, met een vleugje oranje erboven. Ik snak naar het Wilhelmus, met zijn hou en zijn trouw, waarin Hollanders kunnen geloven. Ik snak naar een echte Hollandse krant, die haar mening weer ronduit kan schrijven. Ik snak naar daden in Hollandse trant, ik die Hollander ben en wil blijven. Ik snak naar het uur dat het valse geluid van de valse profeet zal verstommen. Ik snak naar de dag dat de laatste Germaan, zonder ziek en zonder hel, naar zijn heimat zal gaan. Ik snak naar de dag dat hij komt heel gauw. Ik snak naar een land van rood, wit en blauw. Herdenken wij hier bij het Pollenberg Monument de bevrijding van onze stad op 7 mei 1945. Het is inmiddels een mensenleven geleden. De heer Sid Godfrey, de laatste nog levende Pollenberg, is nog geen maand geleden op 93-jarige leeftijd overleden. En ook hier in de stad zijn er steeds minder Utrechters die erbij waren en die ons kunnen vertellen hoe het was. Filmpjes, zeg maar, over de herdenking van
eerdere jaren, zeg maar. En ja, dat is het eigenlijk. En dat delen wij hier uit voor de mensen die naar onze herdenking komen. Stilt bij 70 jaar bevrijd. En om de woorden van Johan Koetsveld, de Oranje Vrijbuiters, ook in het onze herinnering te laten voortleven, zullen beide gedenkstenen die zo meteen gevoeld worden. Hier mag zijn om meerdere redenen, niet alleen om u en de dames te zien. Ik ben bezig met het inrichten van mijn boekenkast. Die doet wel eens wat. En ik kwam jullie tegen zo'n 10, 15 jaar geleden. En jullie zijn allemaal geen spat ouder geworden. Vrienden waren hier in Utrecht in 1944. De zusters Augustinessen van Sint Monica. De steen hangt er als herinnering aan de bevrijding. En aan wat aan die bevrijding vooraf ging. En voor de zusters en paten van Nuenen zal de duif zeker ook het symbool van de Heilige Geest zijn geweest. Het symbool van het goddelijk handelen in de mensen en de goddelijke inspiratie.